Goedemorgen allemaal. Nou, ik praat jullie even bij, want zoals je misschien inmiddels hebt begrepen, hebben we vanmorgen van de gemeente Den Haag te horen gekregen dat de demonstratie verboden zou worden. Het eerste wat ik jullie wil vragen als organisator is, houd je alsjeblieft rustig. We hadden dit voorzien, er is een plan B en er is zelfs een plan C. En het is echt super belangrijk nu, blijf iedereen rustig, liefde, geduld en vandaag vooral vertrouwen. Ik ga eventjes kijken. Mocht je vragen hebben, je mag ze ook direct aan mij hieronder stellen. Ik zal vandaag mijn best doen om jullie op de hoogte te houden. Wat gaat er nu gebeuren? We stappen vandaag nog naar de voorzieningenrechter. Dus er wordt een spoedkortgeding gestart. Omdat we wel hoogstelijk verbaasd zijn over deze beslissing van de gemeente Den Haag. Vooral verbaasd omdat ik persoonlijk denk dat wat we hier hebben neergezet als organisatie samen. En we zijn met een hele mooie ploeg en er is overal rekening mee gehouden. We hebben de beste mensen aan boord. We hebben samenwerkingen met heel veel organisaties. Waaronder bijvoorbeeld de Nee tegen 1,5 meter. Frank Rusing is aan boord. Dus er zijn heel veel samenwerkingen. En ik denk dat we sinds de jaren 80 niet meer zo'n breed gedragen coalitie hebben kunnen vormen in positiviteit en liefde om een demonstratie neer te zetten. Heel veel DJ's die allemaal geïnstrueerd zijn om de boel niet juist op te pompen, maar er een fantastisch gezellig feest van te maken, die allemaal hun medewerking hebben gegeven. Niemand heeft de behoefte om per se een eigen geluid te laten horen, maar vooral een samengeluid. Beter dan dit gaat de gemeente Den Haag het niet krijgen. Als je ooit een goede sfeer neer wilde zetten, dan is dit echt het moment. Dus het is ontzettend opvallend dat de gemeente zo lang heeft gewacht om een beslissing te nemen. Want we zijn al dagen aan het wachten. Ik moet ook even complimenteren dat de politie Den Haag ontzettend zijn best heeft gedaan om alles goed te laten lopen. Wij hebben vanmiddag een gesprek met de gemeente Den Haag om alle draaiboeken te laten zien. Om te laten zien hoe we dit aan het organiseren zijn. En ik denk dat iedere politieagent enorm trots kan zijn op ons. En wij ook op hun. Want natuurlijk weten we dat er echt wel eens incidenten zijn. Maar ik besef ook dat de politie het ook niet altijd makkelijk heeft. En dat echt er ontzettend veel, echt bijna allemaal, uitzonderingen zijn er altijd, maar echt keihard werken en met de beste intenties hier in de samenleving staan. Dus, terug naar het kort geding. Wij starten een spoedkort geding. Wij staan vanmiddag voor de voorzieningenrechter. En dan gaan we het zien. Ik wil jullie oproepen om geduld te hebben. Liefde, geduld, zoals Willem altijd zegt. En vandaag voegen we daaraan toe, heb vertrouwen. Ga niet met z'n allen nu allemaal lelijke dingen roepen over de gemeente Den Haag of over wie dan ook. Heb geduld. Wij gaan zondag de vrijheid vieren. En dat kan niet worden verboden. Oké, wij gaan zondag de vrijheid vieren. Daarmee zeg ik niet hoe, maar daar gaan we later op in. Wij gaan er nu vooralsnog van uit. Heb vertrouwen. Wij gaan er vanuit dat we zondag aanstaande op het Malieveld staan en de vrijheid zullen vieren. Ik zou zeggen, blijf stand-by. Verspreid deze video onder zoveel mogelijk mensen. Of maak je eigen video. En roep iedereen op. Liefde, geduld en vertrouwen. Oké, dit gaat niet om ergens tegen iets zijn. Wij zijn voor de vrijheid. Ik dank jullie wel en we houden jullie op de hoogte.